Steve's familie is verre van perfect. Hij is lui en onverantwoordelijk. Wat als Lalilu Steve een lesje leert? Kijk wat er dan gebeurt. Neem een stuk karton voor een frietdoos. Knip het uit en plak het zo vast. Met kaassmaak. Goede keuze. In onze winkel vind je allerlei soorten boodschappen. Steve ging boodschappen doen met een lijstje van zijn vrouw. Wauw, eindelijk heb ik deze smaak gevonden. Dit moet mijn geluksdag zijn. Chips, jij gaat allemaal met mij mee. Oeps. Hi, is dit van jou? Yes. Ja, ik neem dat allemaal. Oké. Okay. Jee, bedankt. Zou hij dat allemaal echt zelf opeten? Verwijder de inzetstukjes van de oude koptelefoon. Lijn de koptelefoons aan elkaar om een bevestigingspunt te bedekken. Verwijder de draden. In plaats daarvan plakken we er stickers en knoppen op. Verander een oud oogschaduwpalet in een PlayStation. Verf het zwart en zet er een logo op. Een PlayStation en een controller zijn klaar. Nu kunnen we beginnen spelletjes te spelen. Als Stevie begint te spelen, zal hij dat de hele dag doen. Oh, dan moet ik opnieuw beginnen. Het is niet makkelijk voor de moeder om met 3 kinderen om te gaan. En ze moet ook nog eens opruimen naar haar man. Ja, er is een hoop werk te doen. Elke dag is hetzelfde. Steve schaatst naar zijn huis. Hey, hoe gaat het? Ik ben heel moe. Oké, ik ga spelen. Oké, bij welk level ben ik gestopt? Oh, Pepsi en kippenvleugeltjes smaken zo goed samen. Waarom pas jij niet eens op de kinderen voor de verandering? En raap die blikjes op. Jee! Pap, laten we spelen. Oh, hoe kan ik de baas in het laatste level bevechten met al die herrie? Speel in plaats daarvan met ons. Ik wil verstoppertje spelen. En wij willen met de bal spelen. Schatje, kalmeer de kinderen. Ik kan me niet concentreren. Ik ben klaar. Ik ga op een korte vakantie. Weet je niet hoe je met je eigen kinderen moet omgaan? Je leert het wel. En ik zal ook wat klusjes doen. Laten we een koffer voor mama inpakken. Deze koffer is een goede keuze. Laten we een stevig handvat maken. Kies wielen en hulpstukken uit Lego onderdelen. Nu kunnen we deze koffer makkelijk door het station duwen. Het buigzame deel van een rietje zal dienen als handvat. De koffer is behoorlijk groot. Hallo, Nancy, kun je me ophalen? We gaan op vakantie. Ik moet mijn jurken inpakken. Alles past. Ik moet nieuwe kleren kopen als ik daar ben. Ik hoop dat ik niets vergeten ben. Papa en de kinderen zwaaien mama uit. Ga je echt weg? Probeer me niet tegen te houden. Oh, dat was ik ook niet van plan. Nancy's auto is er. Hallo iedereen. Sarah, stap in. Papa en de kinderen zwaaien gedag. Laten we eens kijken hoe hij met de klusjes omgaat. Sarah is weg en nu gaat Steve alles in huis doen. Een oud telefoonhoesje zwart verven. Doe een laag karton op het scherm. Lijm een afbeelding op de bovenkant. Installeer een tv op een voetstuk. Steve kan dit spel niet missen. De vader zit lekker voor de tv. Hij heeft al pikante kippenvleugels klaargemaakt. Alles wat ik nodig heb voor een leuke avond is hier. Oeps, mijn kinderen waren geen deel van het plan. De kinderen begonnen te spelen en probeerden papa's aandacht te trekken. Tekenfilms, wij willen tekenfilms! Wat moet ik met hen doen? In dit tempo mis ik de wedstrijd. Oké, ik doe wel een dutje. Nu kunnen de kinderen naar hun favoriete tekenfilm kijken. Neem een koffiekopjeshouder en zet er een leeg sauspotje in. Bedek de zijkanten met schuimpapier. En nu moeten we de hele zaak veranderen. Het is zo wit als verse sneeuw. Voeg metalen ringen en stukjes spiegelkarton toe. Lijm er een display en een handvat op.
wasmachine zijn wat een groot gezin nodig heeft. Sarah kan de was gemakkelijk aan. Doe de was erin. Doe er wat vlekverwijderaar in en kies de juiste cyclus. Maakt het lawaai? Dat betekent dat de was draait. 'S Morgens begreep papa hoe rommelig het huis eigenlijk was. Ik moet deze vuile was nog oprapen. Ik ben zo moe. Nou, wat gebruikt mama? Dit is goed genoeg. Duw het erin. Nou, waarom gaat het niet dicht? Oef, zet hem aan. Wauw, ik zie wat er geschreven staat. Oké, ik kies een willekeurige cyclus. Klaar! Dat was makkelijk. Nou, Steve dacht dat badschuim waspoeder was en hij koos de verkeerde cyclus. Maar de kinderen vonden een nieuw spel. Je ziet niet elke dag een kamer vol schuim. Oh mijn god, wat is hier gebeurd? Ik ben zo onhandig. Dat is allemaal mijn schuld. Neem een grote lotiondop en poets het schrift eraf. Gebruik flessenringen om handvatten te maken. Verf de steelpan rood en zet er witte stippen op. Het deksel heeft hetzelfde motief. Bedek ze met blanke nagellak. Voeg een paddenstoelvormig handvat toe aan het deksel. Deze steelpan ziet er schattig uit. De kinderen hebben honger en vragen naar de lunch. Wat zal ik ze te eten geven? Iedereen houdt van pasta. Laten we het recept lezen. Doe de noedels in kokend water en kook 5 minuten. Het water begon te koken, maar de vader werd afgeleid. Je kunt je niet veroorloven om afgeleid te worden in de keuken. Al het water ontsnapte. Ik voelde me alsof ik in de show Hell's Kitchen zat. Ik bestel een pizza voor avondeten. Bedek een pingpongbal met acrylverf. Voeg strepen toe met een stift. De vader begreep dat klusjes doen niet gemakkelijk is. En hij besloot om meer tijd met zijn familie door te brengen. Jongens, wie wilt er basketbal met me spelen? Jee, wij wel! De familie kwam naar een basketbalveld. Het is een prachtige dag. Het lukte alle kinderen om de bal in de basket te krijgen. Het is gelijkspel. We hebben allemaal gewonnen. Bedankt voor het spelen, papa. Het was zo leuk. Steve hield van spelen met zijn kinderen. Toen hij thuis kwam, besloot hij zijn tijd met de baby's door te brengen. Toen kwamen de oudere kinderen binnen. Pap, heb jij de kostuums gemaakt voor ons schooltoneelstuk? Oh nee, ik was vergeten dat ik dat moest doen. Oh. Dit is een ramp. Hier, pap, neem deze stof. Leg het op tafel. En je hebt de schaar nodig. Oké. Knip hier en naai hier. Oeps, Steve viel in slaap tijdens het werk. Pap, wakker worden. De kostuums zijn nog niet klaar en het toneelstuk gaat zo beginnen. Oh, ik ben zo slaperig. Ik moet sneller werken. Nog één steek en de kostuums zijn klaar. Laten we ze passen. Yay! Kinderen zijn er gek op. Bedankt, pap. Nu zien we eruit als tijgers. De kinderen kwamen terug van het toneelstuk en brachten een deelnametrofee mee. Iedereen was blij, inclusief de vader. Laten we een stofzuiger maken van een oude gum. Verf de behuizing. Neem een draad van een oude koptelefoon en bevestig er een rietje aan. En we kunnen een borstel maken van een deel van de lijst. Wit en blauw zijn de juiste kleuren. Een paar halve kralen veranderen in wielen. Maak een stofzuiger. Binnenkort zal er geen stof meer in het huis zijn. Het is moeilijk om door de kamer te lopen zonder krakende geluiden te horen. Steve begreep al hoe belangrijk een schoon huis is. Zijn familie zou niet in een rommelig huis mogen wonen. Zeg vaarwel tegen de rommel, pak een stofzuiger en ga aan de slag. Weldra zal de kamer blinkend schoon zijn. Papa heeft zelfs de kleren opgeruimd. Goed gedaan! Een oude fles kan een bakvorm worden. Neem een cirkel van schuimpapier en kneed het. Knip een deel van de cirkel zoals dit. En vergeet de vulling niet. Doe de deeg in de vorm en buig de randen.
Leg er bessen op en bedek ze met roze hete lijm. Voeg een ornament toe om de taart nog mooier te maken. Verf het oranje en bedek het met blanke nagellak. Dat wordt het glazuur. De taart hoeft niet aan te branden. Hij moet alleen klaar zijn. Voordat de moeder thuis komt, nodigt de vader de kinderen uit om een taart voor haar te bakken. Doen jullie mee? Yay! Het zal lekker zijn. Iedereen is het ermee eens. Ze zijn samen aan het koken. Oeps, het deeg ligt overal. Maar het is oké. Het is tijd om de taart in de oven te doen. Ik hoop dat ik het niet laat aanbranden. Steve zag de rook en werd bang dat alles aanbrandde. Maar het is in orde. De taart was geweldig. Hij had een mooie krokante korst. Pap, je bent de beste kok in de wereld. Laten we bloemen kiezen voor Sarah. Onze bloemisten hebben een zware taak te doen. Laten we deze 3 soorten bloemen nemen. Kies wat groen. Nu moeten we een boeket maken. Het ziet er zo mooi uit. Wikkel de bloemen in papier. Bind er een strik aan de onderkant. Welkom bij Lalian, een bloemistsalon. Hoe kan ik u helpen? Ik heb het mooiste boeket nodig. Voor mijn vrouw. Begrepen. Neem het, het is klaar. Wauw, het is echt een meesterwerk. Bedankt. Stevie bracht de bloemen thuis. Ze ruiken zo lekker. De dochter bracht meteen een vaas. Laten we het boeket erin zetten. De kinderen houden van dit aroma. Zelfs baby Sue. Zelfs baby Sue. Sarah kwam blij en verkwikt thuis. Hi. Home sweet home. Ik hoop dat ze het niet vernield hebben terwijl ik weg was. Steve brengt Sarah een boeket. Wauw. Dat is een verrassing. Ik kan mijn ogen niet geloven. Bedankt, lieverd. De kinderen hebben hun moeder ook gemist. Haar zoon brengt haar wat taart. Verbazingwekkend. Het is alsof ik in een sprookje zit. Dat is ook zo. Terwijl de moeder op vakantie was, veranderde de vader en begon voor zijn hele gezin te zorgen. En hij begreep dat huishoudelijke klusjes belangrijk zijn. Like deze video en abonneer bij Lalilu. Wij laten wonderen gebeuren. En we hebben nog veel meer leuke poppy-ideeën op ons kanaal.